Hoi en welkom bij FEM. Ik zit hier met alle meiden. Hoi. Hoi! En wij gaan jullie vandaag 10 tips geven op het gebied van bloggen. Tip 1 is, je moet wel origineel zijn, dus niet iemand nadoen, maar gewoon jezelf een beetje eruit laten springen. En tip 2, die komt ook een beetje bij Manon hier. Gewoon, wees niet bang om out of the box te doen. En soms is het misschien een beetje eng om dingen te doen die nieuw zijn, maar juist dat kan juist voor hele leuke dingen zorgen. Tip 3, doe het niet voor de gratis producten. Ik weet dat het heel erg aantrekkelijk lijkt en je ziet bij de grote bloggers, ze krijgen heel veel gratis producten. Maar dat moet niet je drijfveer zijn, want ja, je moet het doen omdat je het leuk vindt. Tip 4, probeer zoveel mogelijk je eigen persoonlijkheid naar voren te brengen. Heel belangrijk. Ik had in het begin ook dat ik een beetje robotachtig overkwam, maar daar moet je echt proberen overheen te zetten. En het kost ook een beetje tijd. Ja, ja. Dus daar moet je even inkomen. Daar groei je in ook. Ja. Ja. Nou, ik denk ook zeker omdat er heel veel blogs zijn, juist het persoonlijke, jij bent uniek. Ja. Ja, jij bent jij. Als je jezelf bent, dan spring je er echt uit. Ja. Tip 5 is, zorg dat je een positieve uitstraling hebt. Mensen die komen op blogs voor een ontspanning. En dan is het veel leuker als je een positieve uitstraling hebt dan wanneer ze tegen een chagrijnige kop aan moeten kijken. Ja. Om het zo maar hard te zeggen. Het is wel zo. Sommige mensen gebruiken hun blog om dingen af te reageren, maar probeer het gewoon lekker vrolijk te houden. Dat betekent niet dat je altijd positief over producten of wat dan ook moet zijn, maar houd gewoon een beetje gezellig. Tip nummer 6 is dat het ook wel belangrijk is om voor goede beelden te zorgen. Dus dat alles op je website en als je video's maakt goed verzorgd is. Dus een goede camera is wel van belang. Nou zeg ik niet dat je meteen de duurste camera hoeft te nemen als je goede foto's wilt maken. Maar dat je het ook wel goed bewerkt. Bijvoorbeeld contrast en allerlei soorten bewerkingprogramma's heb je daarvoor. Tip 7, wees geduldig. En het kost soms gewoon een beetje tijd. Want als je bijvoorbeeld naar ons allemaal kijkt, naar ons allereerste blogpost, is dat soms heel awkward. Dus doe maar rustig aan, het komt wel goed. Tip 8, wat ik heel vaak zeg tegen mensen die denken, oh, ik wil ook gaan bloggen over een onderwerp. Zeg ik, nou, stel je voor dat je de rest van je leven elke dag een verslag van 1000 woorden zou moeten maken over dat onderwerp. Zou je dat leuk vinden? Als je antwoord ja is, go for it. Maar als je denkt, dan is het blog misschien toch niet iets voor jou. Nou, tip 9 is eigenlijk dat je niet moet onderschatten hoeveel tijd erin gaat zitten. Als je kijkt naar een video die misschien 5 minuten duurt op YouTube, daar kan goed 5 of 6 uur aan werk in zitten. Ja. Sommige mensen onderschatten dat echt hoor. Die denken, je neemt even een video op, 5 minuten praten en klaar, maar er zit echt meer werk achter. Ja. Of met een artikel schrijven, dan denk je, oh, dat doe ik even. En dan ben je zo, minimaal een uur verder. Ja. En foto's maken en het schrijven van het artikel en het bewerken. Spellingsfouten checken. Alles. Maar het is wel heel leuk. Ja. Je moet het wel leuk vinden, daar komt het op. Ja. Tip 10 is, wees aardig tegen mensen om je blog heen. Dus wees aardig tegen collega-bloggers, je komt ze altijd weer een keer tegen. En reageer ook gewoon aardig en lief tegen je bezoekers. Want uiteindelijk zijn dat een soort van je vriendinnen. Ja. En die wil je natuurlijk gewoon, daar wil je leuk mee omgaan. Ja. Ja, maar het is ook vooral heel leuk, vind ik zelf, ook met collega-bloggers. Ja. Je hebt natuurlijk ook een gedeelde passie allemaal. Hetzelfde geldt voor je bezoekers, zijn geïnteresseerd in beauty. Je collega-bloggers zijn geïnteresseerd in beauty. En dan heb je al iets gemeenschappelijks. Als je veel collega-bloggers, zie ik ook gewoon als vriendinnen. Ja, ik ook. Het is gewoon één community met elkaar. Ja. Je kan er echt wat leuks van maken. Dus. Ja. Kijk maar naar ons. Ja. Groepzak! Nou, we hopen dat jullie er iets aan hebben gehad. Bedankt voor het kijken en tot snel weer. Doei! Hoe doen we dit dan nu? Gewoon zittend en heb je lachen of zo naar de camera? Kun je niet nadenken of zo? Oh nee, dat was goed. What do we do? Om dat te brengen met de wax die je in je hand gaat aanbrengen. Je kan het dan sprayen of je neemt uit een potje.